leerkrachten in beraad, veranderingen in het klimaat en wat een leuke kerstboom op OS Rieberg. Goedenavond en welkom bij het Jeugdjournaal. Als je hebt geleerd voor een repetitie, is het vervelend als je die niet kunt maken wanneer je op school komt. En als je een SO hebt, dan is het nog lastiger. Vandaag was dit voor de leerlingen van de middelbare scholen het geval, omdat hun leerkrachten in beraad zijn. De leerkrachten zijn boos op de minister, omdat zij vinden dat hij gemaakte afspraken niet nakomt en de leerkrachten nu een slechte naam geeft. We hebben het vertrouwen in de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur opgezegd. U heeft de mediaberichten gevolgd, neem ik aan. En de minister heeft eigenlijk de integriteit aangetast van niet alleen de leraren, maar ook leidinggevende van het onderwijs. Hij heeft grove leugens verteld in de DNA op een persconferentie. En we zeggen, dit siert een minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur niet. Wat gaat er nu gebeuren? Ja, de directeuren van alle VOS-scholen zijn vanmorgen uitgenodigd door de vice-president. En we wachten af wat het resultaat is om dan een standpunt te bepalen. Maar vooralsnog zijn we in permanent beraad. Dat wil zeggen, er worden geen lessen verzorgd, geen SO's afgenomen, geen repetities op geen van de middelbare scholen. En wat vinden de leerlingen er eigenlijk zelf van dat ze vanmorgen geen SO konden maken? Ik vind het erg, omdat ze moeten rekening houden dat wij als examenkandidaten hebben niet zoveel tijd als die andere kinderen. En dat de minister zo een beetje aan het zeuren is in het DNA en is het een beetje vervelend. Ik vind het nou erg als de leerkrachten zullen gaan staken, want dan gaan we weer achteruit met de lessen. En dat hebben we ook zomaar gestudeerd. Niet zomaar, maar we moesten studeren, maar... Het kan goed zijn, want bepaalde kinderen hebben misschien niet gestudeerd en dan kunnen ze niet weer gaan studeren. Maar alleen is het slecht omdat we dan gepressured zullen worden met de leervakken. Hoe lang de docenten het werk nu neerleggen is nog niet bekend. We blijven allemaal hoop hebben. We zeggen dit kan nooit goed zijn voor het onderwijs. Ook wij willen dat de kinderen onderwijs moeten genieten. Maar op een goede manier, we zijn voorstander van kwalitatief onderwijs en we zijn ervan overtuigd dat deze regering met de oplossing zal komen. Het is nog onduidelijk wat er morgen gaat gebeuren. Houd dus het nieuws in de gaten om te weten of er nu wel of geen SO's zijn. Is het jou opgevallen dat het weer soms een beetje gek doet? Over de hele wereld maken mensen zich zorgen hierover. En het is nu tijd voor een verandering. We merken dagelijks dat het weer aan het veranderen is. Zo is het vaak warmer dan we gewend zijn, regent het ineens keihard waardoor er overstromingen komen en soms is de wind zo sterk dat de daken zelfs van de huizen vliegen. Dit rare gedrag van de natuur komt door klimaatverandering. Klimaatverandering is eigenlijk het verschil dat we merken in de weersomstandigheden over de gehele wereld. Het ontstaat doordat we benzine of diesel branden en die rook die we dus uitstoten, dat gaat in de atmosfeer. En als de zon dus gaat schijnen, dan zorgen deze stoffen ervoor dat die aarde veel warmer wordt dan we gewend zijn. En dus de gevolgen daarvan zijn is dat de ijskappen gaan smelten. Er is dan heel veel regen plotseling waardoor gebieden onder water lopen. Of er zijn extreme droogtes. We kunnen er niet meer omheen. Wij mensen hebben er schuld aan dat het klimaat aan het veranderen is. En dat is niet goed voor de aarde. Om meer informatie te geven over klimaatverandering is een speciaal event georganiseerd waar ook kinderen uit Para en Mungo bij aanwezig waren. We hebben kinderen uitgenodigd omdat we graag ook aan de kinderen willen laten zien wat klimaatverandering doet in hun land. De kinderen van Marowijne, daar hebben wij in juni een tekenwedstrijd gehouden waarbij zij aan ons konden laten zien hoe klimaatverandering effect heeft op hun in Marowijne. Er waren ook stands met informatie over veeteelt, landbouw, recycling en nog veel meer dat te maken heeft met klimaatverandering. En er was zelfs een speciaal spel, dus iedereen heeft op zijn manier wel iets geleerd. Daar heb ik geleerd dat... Over het bos en klimaatverandering. Ik heb geleerd
Dat je milieu niet moet vervuilen. Geen petflessen of blikken op straat mag gooien. En als je ze gooit, gaan er bijvoorbeeld als het overstroomt of als er regen komt, dan kan er water erin gaan. Dan gaan de muskieten eieren erin leggen. Het is belangrijk dat we allemaal bijdragen aan een beter milieu. Ook jij kunt hier vandaag al mee beginnen. Deze grote recyclebins zijn te vinden bij supermarkten en algemene publieke plaatsen. Daar kan je petflessen brengen en in plaats van gooien in normaal vuil met de vuilniswagen, kan je ze sparen en dan ga je ze daar zetten. Zo help je al minder plastic komen in de omgeving. En in plaats van eten zetten in styrofoam bakjes, kan je ook vragen naar kartonnen bakjes of een eigen bakje meenemen. En ook als je naar de winkel gaat, kan je je eigen plastic zak meenemen of je eigen tas, zodat je minder plastic brengt in de oploop. Dus doe je best, want alleen met z'n allen kunnen we het beter maken. Multimiljonair op je 6e en Afrika Museum komt eraan. Deze berichten vandaag in onze korte nieuwsblok. Binnenkort kun je hier in Suriname alles leren over Afrikaanse kunst en cultuur. Stichting ASEM is namelijk bezig met het opzetten van een Afrika Museum. In het museum zal het Afrikaans-Surinaams erfgoed tot het leven worden gebracht met kunst, dans en rituelen. Die in verzet kwamen. Mensen die eigenlijk misbruikt zouden worden, maar die in verzet zijn gekomen en die naar het binnenland zijn gegaan. En vanuit het binnenland hebben zij samen met de inheemse 300 jaar verzet gepleegd. Ook kom je er alles te weten over Afrikaanse religies en de traditionele geneeskunde. De bedoeling van het museum is om mensen duidelijk te maken dat Kreolen een hele rijke geschiedenis kennen die veel verder teruggaat dan de slavenhandel en slavernij. Het Afrika Museum zal in 2018 haar deuren openen. Heel veel geld verdienen door niets bijzonder te doen. Met YouTube kan dat tegenwoordig allemaal. Neem bijvoorbeeld de 6-jarige Ryan. Met zijn YouTube-kanaal verdient hij 11 miljoen US dollar per jaar. Dat is meer dan 80 miljoen SRD. En wat hij ervoor doet? Gewoon spelen met een speelgoed en zijn mening erover geven. Online video's van kinderen die dit doen, zijn sowieso heel populair. Maar Ryan is de topfavoriet. Misschien ook een leuk ideetje voor jou? Dan hoef je in ieder geval voorlopig niet meer om zakgeld te vragen. Houten kerstbomen, plastic kerstbomen, gekleurde kerstbomen en een kerstboom gemaakt van autobanden? Ze zijn er heel erg trots op, de kinderen van OS Reeberg. Ze hebben een hele bijzondere kerstboom en hij stond zelfs op de voorpagina van de krant. Hoe we op het idee zijn gekomen, deze school is een creatieve school. We zijn al sinds een jaar terug een beetje meer gaan werken op onze tempo qua creativiteit. En we kwamen op een idee, waarom geen bloembakken maken van autobanden? Daar begon het eigenlijk. En toen kwam een idee, waarom geen kerstboom? De boom is gemaakt van autobanden die anders weggegooid zouden worden. Dat noemen we recyclen. Ik hou niet van slordigheid, maar de hele dag... Wanneer ik iets eet, dan stop ik het in de tuin. Niet weggooien zomaar, want dat is niet goed. Want anders, je weet, anders gaat Suriname niet een betere land worden. Juf Natassa is heel creatief en een grote inspiratie voor haar leerlingen. Ik heb vaker met recyclede materialen gewerkt. En ik vind het heel leuk dat juffrouw Natassa de tijd heeft besteed. Niet telkens aan de werk, maar ook aan de creativiteit en om zo'n leuke boom te creëren. Zo, ik ging mensen begeleiden en ik ging dansen. En ik ging je Natasja helpen. Ik vind de kerstboom wel leuk. Ook al zit je niet op Rieberg, maar ook op school waar je zit. Je moet sowieso een handenarbeidleerkracht hebben. Laat het werk niet alleen voor. Ga naar huis, denk na. Wat kan ik nog meer doen om mijn school leuk te maken? Als de kerst voorbij is, bedenkt juf Natassa misschien wel weer iets anders voor de banden.
Met Valentijn zou hij rood geverfd kunnen worden met paarse geel. Het is maar een ideetje, toch juffrouw Natasha? En de 10 minuutjes zijn om. Bedankt voor het kijken, slaap lekker en ik zie je morgen. Doei doei!